Zaterdag 9 januari vond bij Theolen de eerste grote nieuwjaarsreceptie van Tiel plaats. Dit feestelijke gebeuren werd voorafgegaan door het traditionele snertoernooi waar verschillende teams aan meededen. Organisatorisch gaat het weer goed met de club. Voorzitter Mark Paulus. We zijn hier op dit moment om te kijken naar het jaarlijkse snerttoernooi. Dat is het toernooi van alle senioren elftallen van Theolen. En dat zijn de prestatieve en de recreatieve senioren, inclusief Lucky Theolen, dat is het 35-plus voetbal. En dat zijn ook de vrouwen die bij onze senioren spelen. En we hebben daarop volgend altijd, begin van de avond, de nieuwjaarsreceptie, waar ik even een korte toespraak geef. En na die toespraak we met z'n allen gaan proosten en feesten op een nieuw en mooi jaar voor Theolen.